Hey en welkom bij een gloednieuwe aflevering van CloudCamp Live. In deze aflevering hebben we het over kostmanagement in Azure. Hè. Een vaak vergeten onderwerp wanneer we het over cloud hebben, maar toch wel heel belangrijk dat we daar even op inzoomen, want dat kan soms zorgen voor onaangename verrassingen. Zoals je ziet ben ik hier opnieuw met Jannik vandaag. Welkom. En ja, laten we eraan beginnen. Hè. Dankjewel Maarten, voor mij opnieuw uit te nodigen voor deze CloudCamp Live sessie. Graag. Voilà. Dus, even samengevat, wat gaan we vandaag doen? Eerst en vooral even uitleggen wat is Azure Cost Management. En dan eigenlijk willen we naar voren brengen waarom dat nu net zo belangrijk is. Hè. En dan willen we eigenlijk vooral eens een demo geven, hands-on, doorheen Azure Cost Management. Welke functionaliteiten zijn er? Mm-hmm. Waar kan je meer informatie vinden over de zaken die geld kosten in je omgeving. En dan eindigen we zoals gewoonlijk met een aantal key takeaways. Voilà, dus Azure Cost Management. Wat is dat nu eigenlijk? Dat is eigenlijk de tool in Azure waar je dus detailed insights krijgt over uw kost die je hebt in Azure en uw verbruik die je hebt. En dat eigenlijk als uitbreiding van uw factuur mm-hmm. of van uw rekening, waar je echt in detail kan gaan kijken wat je verbruik is. Je kan ook je budget onder controle houden door bepaalde zaken te gaan instellen en je laten informeren over die zaken. En tenslotte ook een tool om een aantal administratieve taken zoals facturen bekijken en betalen, ja. Kan je ook daar regelen. Klopt. Voilà. Dus Azure Cost Management kunnen we eigenlijk opsplitsen in drie grote categorieën. Inderdaad. Wat zit er zo allemaal in Azure Cost Management inbegrepen? Je hebt sowieso een generiek overzicht van heel uw Azure-omgeving, van al uw verschillende Azure services. Je gebruikt verschillende services binnen Azure, wat achterliggend eigenlijk gewoon een resource is, in het Azure Resource Manager model. Maar ook waar ze zich bevinden. Zoals je weet, Azure kan je wereldwijd afnemen. Mm-hmm. Wat wij vaak zien in België en Nederland is dat het West Europe Data Center wordt genomen, wat dan in Amsterdam ligt. Maar je kan ook resources in Noord-Europa, in Frankrijk, in Duitsland van de hoogste. En Azure Cost Management geeft je daar ook een overzicht in welke bepaalde geografie je welke kosten hebt, bijvoorbeeld. Mm. En zoveel andere zaken die je kan gaan monitoren en alerten op kostmanagementgebied. Ja, voilà. We gaan er straks even een demo gaan overgeven, dan wordt dat allemaal nog duidelijker. Een van de eerste zaken die je bijvoorbeeld kan doen met Azure Cost Management, Azure Cost Management is een functionaliteit binnen het Azure-platform op zich, is je budget gaan controleren. Mm. Iedereen weet wel dat een Azure-budget snel de pan uit kan swingen. Alles wat je begint te doen in Azure kost meteen geld. En er zijn x aantal gratis services wel die je kan gebruiken, maar het merendeel van deze diensten, daar moet je een bepaalde prijs voor betalen. Nu, wat is hier super handig in, is dat je een budget kan instellen. Je kan een voorgedefinieerd budget zetten van x aantal honderden euro's, duizenden euro's, waar je weet in principe moet mijn omgeving hier voldoende mee hebben. Mocht je daarover gaan, kan je natuurlijk verder gaan met bepaalde alerts in te stellen. En dat je, als je op 20% van je budget zit, bijvoorbeeld, dat je dan een melding krijgt. Of dat je resources uitgeschakeld worden van zodra dat je boven je budget zit. Ja. Binnen cost management heb je nog iets genaamd Azure Advisor. Dat kan je ook als een aparte service bekijken. Maar wat gaat Azure Advisor doen? Die gaat aanbevelingen doen naar alles wat kostenbesparingen kan zijn. Dat kan zijn van het downscalen van bepaalde virtuele machines. Kijken of je op voorhand misschien bepaalde dingen al kan aankopen. Zodat je een jaar vooraf bijvoorbeeld al dingen aankoopt om zo je kosten ook al te gaan verminderen. Mm-hmm. Dus daarom is Azure Cost Management qua budgetcontrole ook een geweldig krachtige tool in je Azure-omgeving om nooit het overzicht te verliezen naar je kosten. Ja, ja. En met als hoofdbedoeling eigenlijk om preventief te handelen. Klopt. Vooraleer op het einde van de maand misschien een onverwacht hoge factuur mm-hmm. In de bus zit. Inderdaad. Voilà, en dan een laatste onderdeel dat we eigenlijk kunnen onderscheiden in Azure Cost Management is de administratieve taken vervolledigen. Hè. Ja. Invoices bekijken en betalen. Je kan ook je betaalmethodes uiteraard verder instellen. Bepaalde secties kan je ook laten toevoegen aan
aan je invoice hebt, bijvoorbeeld wanneer je een opsplitsing wilt voor een bepaald departement en zo verder. Je kan ook meerdere subscriptions hebben in Azure en dan kan je daar dus ook via cost management subscriptions aan toevoegen of subscriptions stopzetten als je daar niet meer nodig hebt. En ja, nog zoveel andere administratieve zaken. Klopt. Voilà. En nu komen we eigenlijk aan de why. Hè. Waarom is het nu eigenlijk zo belangrijk om cost management toe te passen in een cloud environment? Eigenlijk misschien nog meer, kunnen we wel zeggen, dan on-premise eigenlijk. Hè. Klopt. Ja, belangrijk is, een cloud-omgeving of een Azure-omgeving is in een pay-as-you-go-model. Hè. Dus je betaalt voor wat je gebruikt. En als je niet aan cost management zou doen, dan kun je inderdaad op het einde van de rit voor heel grote verrassingen komen te staan. Want wat heeft er bijvoorbeeld impact op je Azure-factuur? Zijn niet enkel de services die je hebt runnen, maar bijvoorbeeld ook uitgaande bandbreedte, data die begint te stijgen op je storage accounts, op je SQL databases bijvoorbeeld. Al dat kan een grote impact hebben op je kosten achteraf. Dus als je met cost management aan de slag gaat en daar de juiste budgetteringen in doet, kan je al heel wat geld besparen op voorhand. Wat is ook belangrijk, is dat met de advisor, zoals we net hebben gezegd, is die kan op voorhand gaan zeggen waar we kunnen gaan besparen. Als we dat niet gaan bekijken, dan ga je inderdaad waarschijnlijk hier en daar wat besparingen over het hoofd gaan zien, die dat je dan eventueel ergens anders voor zou kunnen inzetten op dat moment. En niet onbelangrijk ook, je kunt gaan forecasten naar al wat je Azure-kosten is. Hè. Dus Azure Cost Management heeft een bepaald forecasting-algoritme die op basis van je gemiddelde data die je toevoegt aan je omgeving, op je gemiddeld bandbreedteverbruik, de schaalbaarheid van je omgeving, ergens een beeld gaat geven hoe duur of hoeveel gaat mijn Azure-omgeving kosten binnen dit en x aantal maanden. Dus vandaar Azure Cost Management. Ja. Superbelangrijk. Ja, voilà. We gaan nu even een demo geven over Azure Cost Management. Als je zelf Azure Cost Management wil gaan gebruiken, heb je eigenlijk alleen maar een Azure subscription nodig. Klopt. En kan er meteen aan beginnen. Dus voilà, even Azure Cost Management onder de loep gaan nemen. Ik heb hier even een test subscription of een test tenant opgezet met een aantal subscriptions in, waar we dan eigenlijk even een kijkje kunnen gaan nemen. Cost Management kan je gewoon openen op de homepage van de Azure Portal. Dan staat die vastgepind onder het onderdeel Tools. Heb je hier dus Cost Management. Voilà. Je komt eerst en vooral altijd terecht op het overview-scherm, waar je eigenlijk wat informatie vindt over de aspecten of de mogelijkheden binnen Azure Cost Management, wat wij daarnet hebben toegelicht. Klopt. Je vindt hier ook tutorials. Wanneer je wat problemen ondervindt of je weet niet goed waar je moet beginnen, dan kan je ook daar terecht voor nog meer ondersteuning. En in de What's New tab kan je ook zien, want cost management is een product of een dienst die continu evolueert, waar er continu nieuwe functies worden aan toegevoegd. En je kan dus daar een overzicht vinden over welke functionaliteiten er nieuw zijn. Ja. Een tweede belangrijke tab die je hebt in cost management is access control. Hier kan je eigenlijk mensen toegang gaan geven tot je Azure cost management op diverse niveaus. Over het algemeen heb je eigenlijk een aantal rollen. En je hebt de owner rol, je hebt de contributor rol. Mm-hmm. Die kan eigenlijk alles zien van cost management en heeft ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld zaken uit te voeren effectief, zoals een budget toevoegen, alerting instellen en zo verder. En eigenlijk een niveautje lager heb je dan nog de reader. Die kan opnieuw alle data zien, die heeft inzicht in het cost management, maar die kan dan geen budgetten toevoegen, dus die heeft echt een read-only view. Ja. Een volgende tab is de diagnose en solve problems. Tab, en dat is eigenlijk een tabblad dat gebruikt wordt voor wanneer je bepaalde problemen ondervindt. En soms gebeurt het dat er in Azure Cost Management dat je de melding krijgt van de data is niet beschikbaar. Mm-hmm. Dan kan je hier eigenlijk guidance vinden om te bekijken hoe je dat kan oplossen en rechtzetten. Ja, hoe je eigenlijk op een self-service manier een probleem kan beginnen onderzoeken. Mocht je hier natuurlijk niet uit geraken. Wat veel klanten hebben is een cloud solution provider als partner die de nodige Azure subscriptions aanlevert vanuit een bepaald model. Dit is in principe de eerste stap waar dan een klant naartoe gaat. Van zodra dat hij geen oplossing hier vindt, kan hij natuurlijk wel terecht bij zijn cloud solution provider. Ja,
Voilà, inderdaad. En dan komen we eigenlijk misschien wel aan het belangrijkste onderdeel, is het kostmanagement gedeelte. En hier hebben we enerzijds kostanalyse, de gewone versie, de publieke versie zeg maar, en we hebben de preview versie. Het grootste verschil op dit moment is in de preview versie kan je eigenlijk ook op managementgroepniveau en op tenantniveau je kosten gaan bekijken. Ja. Bij de publieke versie van kostanalyse is dat momenteel het hoogste niveau subscription en kan je dieper gaan op resourcegroepniveau, resource niveau en eventueel subresource niveau. Ja. Wij gaan vandaag gewoon focussen op de public available versie. Dus als je dan eigenlijk kostanalyse open doet, dan krijg je by default eigenlijk een scherm te zien zoals dit. Hier kan je dus je scope selecteren. Laat ik bijvoorbeeld even een subscription selecteren. Voilà. In deze subscription zitten er een aantal resources. En dan krijg je eigenlijk een overgezicht te zien van de actuele kost van die bepaalde subscriptie. En je kan dat ook op een ander niveau gaan doen. Je kan dat bijvoorbeeld doen op basis van een bepaalde resourcegroep. Stel, ik selecteer de resourcegroep CCLab 02. Dan krijg ik opnieuw de actuele kosten zien, dan specifiek van die resourcegroep. En dan eigenlijk waar het interessant wordt, is het forecast gedeelte. Er wordt dus naar het einde van de maand toe, we zijn nu het einde van de maand, dus vandaar dat er een klein verschil op zit, een inschatting gemaakt van wat zal de kost, of aan welke kost mag je verwachten tegen het einde van de maand. En vaak, wanneer je bijvoorbeeld aan het begin van de maand ziet, kan het altijd interessant zijn wanneer je ziet van oké, dat gaat hier heel fors naar omhoog, om dan eigenlijk al in te grijpen. In te grijpen. Voilà. Als er een budget zou ingesteld zijn op de scope die geselecteerd is, dan komt dat ook hier, of is dat ook hier zichtbaar. Verder kan je hier eigenlijk ook heel ver in gaan. Je kan bepaalde dagen selecteren in een bepaalde maand, dus inzoomen op bepaalde weken. En wat je hier eigenlijk kan doen is dieper gaan graven. We zitten nu op resource group niveau, dan zien we hier bij resources de verschillende resources die in die resource groep zitten. Bijvoorbeeld een public IP adres zit hierin, er zit hier een disk. Ja. Inderdaad. Kan je eigenlijk zo verder gaan klikken om te kijken van oké, wat is nu de oorzaak van die kost. Heel veel mogelijkheden, te veel eigenlijk om uit te leggen en het is eigenlijk hier een beetje kwestie van een beetje uitproberen, een beetje testen, waar ben ik naar op zoek. En zoals je daarnet verteld hebt, in die diagnose en solve problems staat er ook meer informatie over hoe je bijvoorbeeld een onverwacht hoge kost kan gaan analyseren. Klopt. Het grote voordeel hier ook, Maarten, is dat je kan je eigen rapporten voor een stuk samenstellen. Dus de filters die je zelf nu hebt ingesteld, kan je ook gaan opslaan door bijvoorbeeld op de save-knop of op de save as-knop. Zodat je niet telkens als je naar kostmanagement gaat, opnieuw je rapporten moet gaan definiëren. Dus de eerste keer is het even zoeken welke filters je allemaal kan gebruiken, welke tijdspannen, op welke granularity of groepniveau je alles wilt gaan bekijken. Maar zodra je dat eigenlijk voor jezelf gefine-tuned hebt, is het heel handig om dat dan op te gaan slaan in een vast rapportje voor jezelf. Ja. Nu, kostmanagement wordt heel vaak bekeken op het moment dat er iets aan de hand is of dat we weten dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. Klopt. En dat is eigenlijk waar Cost Alert eigenlijk wel handig is. Hè. Wat je daar kan doen is een bepaald budget instellen of een budget instellen voor bepaalde resources of voor een bepaalde resource group, een bepaalde subscription, opnieuw over de verschillende niveaus die er zijn binnen Azure. Ja. Nu, hoe maak je bijvoorbeeld een alert aan? Een alert vertrekt vanuit een budget. Dus ik moet hier eigenlijk eerst een budget aanmaken. Ik kan gewoon add budget klikken. En dan bepaal je eerst je scope. We zitten nu op subscription niveau. Ja. Maar we kunnen dus ook op resource group niveau, eventueel op resource niveau zelfs, kunnen we zo budgetten gaan instellen. Je geeft eigenlijk een naam aan je budget, zodanig dat het voor jou betekenis heeft. En dan kan je kiezen wanneer dat je budget gereset wordt. En je kan een budget instellen voor een maand, voor een kwartaal, voor een jaar. En op die manier kan je dus eigenlijk controle houden over je kosten. Een budget krijgt ook altijd een start- en een einddatum. Meestal is de startdatum gewoon de huidige datum. Klopt. En je kan zeggen, oké, wanneer je bijvoorbeeld aan het begin van het jaar een inschatting maakt van je kosten, kan je zeggen, oké, het budget voor resource group X is
zoveel euro en dan laat je dat budget lopen tot het einde van het jaar bijvoorbeeld. Ja. Kies je altijd een bedrag voor je budget. Dat hangt af van wat je noden zijn, wat je budget is. En dan kan je daar eigenlijk alerts gaan op instellen. Ja. Dus ik ga hier heel even een aantal zaken instellen, zodat ik het volgende gedeelte kan tonen. Het bedrag is uiteraard niet realistisch, maar heel even om te kunnen illustreren. Klopt. Wat superhandig ook was in het vorige scherm dat je zag, was dat de budget alert zelf met een inschatting komt van kijk, misschien is het handig om dit type budget in te schatten. Mm-hmm. Meestal start je met het opzetten van budgetten nadat je een maand of twee bijvoorbeeld al dingen in Azure hebt draaien, zodat je ook weet van oké, ik kan me hier aan verwachten. Mm-hmm. En zodat je veel scherper je budget kan gaan stellen ook. En daarom is ook die forecasting belangrijk ook, zodat die ook wordt meegenomen in je budget alerts, zodat je daar ook rekening mee kan houden. Ja, voilà, inderdaad. En dan ook bij de alert, het alert gedeelte hebben we ook nog bepaalde opties. We kunnen ervoor kiezen dat we een alert krijgen wanneer we halverwege ons budget zijn, wanneer we aan 80% zitten, 90% zitten, wanneer we ons budget bereikt hebben en zo verder. En we kunnen ook eventueel, je kan action groups aanmaken met eigenlijk e-mailadressen in die alerts ontvangen. En ook heel interessant, je kan alerts krijgen op basis van de actuele kost of opnieuw op basis van de forecasted kost. Dus recipients kan je kiezen, kan ook kiezen welke taal je de alerts wil ontvangen. En dat is eigenlijk een beetje wat die alerting en budgetting inhoudt. Voilà, gaan we even terug naar kostmanagement. Dan kan ik ook nog even laten zien die advisor recommendations. Ik denk dat we op dit moment er geen zullen hebben voor deze tenant. Het duurt ook altijd even vooral je recommendations beschikbaar zijn. Klopt. Maar wat kan je daar bijvoorbeeld van verwachten? Je hebt een bepaalde workload en je hebt een bepaalde VM-SKU gekozen. Blijkt dat je eigenlijk die maar in beperkte mate gebruikt. Mm. Dus je hebt je resource of je virtuele machine overscaled. Dan kan Azure Advisor dergelijke zaken gaan oppikken. Of wanneer je merkt van oké, misschien is het interessant om een bepaalde reservation te gaan plaatsen en zo verder. Dat zijn eigenlijk zaken die je hierin kan verwachten. Zoals je ziet, er zijn altijd nieuwe functies. Ik zie hier bijvoorbeeld staan een Advisor score. Dat zijn allemaal dingen die er telkens worden bijgevoerd. Ja, het platform staat niet stil. Dus advisor scoren is naar analogie als de secure score bijvoorbeeld opgemaakt, waarin je een soort score krijgt ten opzichte van hoe goed je je Azure-omgeving hebt geoptimaliseerd. Ja, voilà. En dan komen we eigenlijk aan het meer administratieve stukje van kostmanagement. Mm-hmm. Eerst en vooral, invoices kan je bekijken welke invoices je hebt. Je hebt de mogelijkheid om een payment methode in te stellen en zo verder. Klopt, ja. Dus dan komen we bij products and services. En hier hebben we dus de mogelijkheid om subscriptions te gaan toevoegen of cancelen. Gewoon op de add-knop. Dan kies je welke soort subscription je wil. En kan je ook verder gaan bepalen waar die subscription moet onderkomen. Onder een bepaalde managementgroep, onder een bepaalde billing scope enzovoort. Ja, en wie welke rechten daarop heeft. Ja, voilà, inderdaad. Dan nog een ander gedeelte is de reservations en hybrid benefits. Kan je even vertellen, Jannik, wat dat exact zeker, doet? Ja. Dus bepaalde manieren om kosten te besparen binnen Azure kan bijvoorbeeld via een Azure reservation of het activeren van Azure Hybrid Use Benefit. Nu, wat is een reservation? Dat is, je koopt een virtuele machine aan. Dus je zegt van, ik wil een virtuele machine en die heeft 2 processoren, 4 gigabyte geheugen bijvoorbeeld. En je weet op voorhand van die virtuele machine gaat het komende jaar, het komende 2 jaar, in principe niet veranderen qua workload en gaat altijd dezelfde werklast gaan dragen. Dan is het interessant om te kijken of dat we die virtuele machine een jaar op voorhand kunnen gaan vastzetten bij Microsoft. Omdat we dan van kortingen tussen de 30% en 40% spreken over de maandelijkse prijs. Die reservations kan je maandelijks gewoon betalen, maar kan je ook gewoon zeggen, ik wil die nu een jaar vooraf al gaan betalen. Ja. Dus in sommige gevallen kan dat zeker nuttig zijn om heel wat kosten te gaan besparen. Ja. Nu, wat wij meestal adviseren is om de eerste maanden dat je dingen begint te doen op Azure, is om even te wachten met die reservations aan te kopen. Mm-hmm. Omdat je pas na x aantal maanden een beter beeld hebt over, oké, ik
ik heb nog moeten resizen, ik heb moeten upscalen. En dat je dan de virtuele machines vastklikt, bij wijze van spreken, waarvan je zegt van oké, hier gaan we de komende periode niks aan wijzigen. Deze kunnen we gaan reserveren voor het komende jaar of 3 jaar. Dus het gaat over 1 of 3 jaar reservaties die je kan aannemen. Ja. Nu, dat is reservations. Nu, wat is hybrid use benefit? Hybrid use benefit gaat dan vooral over het licentiemodel van Windows servers. Veel bedrijven hebben een hybride setup of een hybride cloud setup, waarin dat zij ooit een investering hebben gedaan in een on-premises datacenter met x aantal datacenter licenties voor hun Windows virtuele machines. Nu, diezelfde licenties die mag je gaan meenemen voor een groot stuk, richting Azure ook. Dat is een ratio van het aantal cores dat je gebruikt on-premises en in Azure. En dan mag je dit gaan activeren. Wat is het grote voordeel door dit te activeren? Is dat je niet meer voor je Windows-licentie betaalt op je virtuele machine in Azure. Er zijn verschillende calculators. In de Azure Calculator kan je er ook mee spelen door dit aan en uit te zetten. En dan zie je ook meteen hoeveel kosten je hiermee kan besparen. Dus voor elk bedrijf die vandaag de dag in principe in een hybride setup draait, kijk zeker uw licenties na, want hier vallen zeker heel wat kosten te besparen. Ja, voilà. Dat is eigenlijk het voornaamste van de functionaliteiten die we op dit moment kunnen tonen. Er zijn ook een aantal functionaliteiten die we nu hier niet kunnen tonen, omdat ze hier niet beschikbaar zijn. Klopt. Maar je kan bijvoorbeeld, zoals we al gezegd hadden, een invoice section gaan toevoegen. Je kan ook billing profiles gaan instellen. En misschien ook nog een interessante optie om te tonen. Hè. Stel dat je in een multi-cloud setup zit, dan kan je Azure Cost Calculator ook gaan gebruiken voor bijvoorbeeld AWS. Ja, klopt. Je kan dus een connector, ja, inderdaad, sinds kort, een connector aanmaken die, waarmee Azure Cost Management eigenlijk je AWS-omgeving kan gaan uitlezen. Ja. Het is wel zo natuurlijk dat daar een kost tegenover staat. Hè. Azure rekent hiervoor eigenlijk 1% van je cloud spendage in AWS aan voor het gebruik van Azure Cost Management. Ja. En want het gebruik van Azure Cost Management op zich voor Azure is gratis. Het is een gratis tool. Ja. Dus je betaalt wanneer je voor AWS dat ook wil gaan gebruiken. Voilà, dan ben ik even aan het kijken, maar ik denk dat ik het voornaamste wel vermeld heb. Misschien belangrijk om te vermelden ook nog eens, die invoice sections, billing profiles is vooral zeker nuttig voor klanten die rechtstreeks in een PSU-Go-model of in een enterprise agreement hun zaken afnemen bij Microsoft. Tegenwoordig noemt het de Microsoft Customer Agreement. Mm-hmm. Voor klanten die onder een CSP-partner vallen, is het vaak in dialoog gaan met uw partner. Ook wij zijn een CSP-partner. Ja. En ook daar kunnen wij de nodige onderverdelingen doen naar alles wat uw verschillende invoice sections is. Om ook intern aan doorfacturatie te kunnen doen naar uw verschillende business units bijvoorbeeld. Voilà, inderdaad. En dus eigenlijk op die manier kan je van een misschien minder gedetailleerde invoice eigenlijk naar een meer gedetailleerde samenstelling van je kosten komen door Azure Cost Management te gebruiken. Voilà, als we nog even een paar key benefits meegeven. Of key takeaways liever. Dus we hebben gezegd dat Azure Cost Management bestaat uit 3 grote key features, 3 grote blokken. Enerzijds het uitvoeren van de administratieve taken. Klopt. Het inzicht geven in je kosten en je verbruik in Azure. En het onder controle houden van je budget. Ja. Een tweede puntje is Azure Cost Management. Wanneer je dat gaat gebruiken, dan kan dat resulteren in een heel wat of een groot aantal besparingen qua kosten. Omdat je eigenlijk inzicht krijgt op over resources die je niet langer gebruikt, die overscaled zijn of waar iets anders mee aan de hand is. Voilà. Jannik, misschien kan je ook nog even meegeven. Welke zaken moeten we echt wel in de gaten houden wanneer we in Azure... Nieuwe resources gebruiken op Azure is kinderspel voor iedereen. Alleen komen daar wel wat gevaren bij. Zeker zoals bijvoorbeeld het oversizen of niet gebruiken van resources. Bij elke resource die je opspint in Azure kost geld. Dus denk goed na bij het sizen van je resources. En ook als je iets niet meer nodig hebt, kuis het tijdig op of zorg ervoor dat het tijdig verwijderd wordt. Kijk ook als je werkt met schaalbaarheid van virtuele machines, van andere zaken.
of dat die schaalbaarheid niet enkel in de breedte is, maar dat die ook kan inkrimpen. Hè. Dus dat niet enkel het gewenste effect heeft in geval dat je het nodig hebt, maar in geval dat je bepaalde zaken niet meer nodig hebt, dat ook het downscalen werkt. Want anders kan je er ook voor een verrassing komen dat je wel voor die extra CPU en memory blijft betalen, in Azure bijvoorbeeld. En outbound data. En data in het algemeen, data in zijn breedste zin kost geld in Azure. Dus je mag zoveel data in de Azure datacenters pompen, bandbreedte-wise. Maar van zodra dat je data gaat extracten op verschillende manieren, betaal je er wel een kost bij. Hetzelfde voor data die je op een storage account zet. Zolang dat die data blijft groeien, blijft die natuurlijk extra geld kosten. Dus daar belangrijk ook is, zeker naar storage bijvoorbeeld toe, is om te kijken van staat mijn data op de juiste type storage accounts. Omdat je daar ook verschillen in hebt van hot tiers, cool tiers, archive tiers. Dus data die niet frequent gebruikt wordt. Bekijk je even of dat je die ergens op archive storage bijvoorbeeld kan zetten. Ja, voilà. Dat was het eigenlijk voor deze aflevering. Mocht je nog weer meer willen weten over kostmanagement, dan kan je uiteraard met ons in contact komen. Hè, want wij willen je daar heel graag bij helpen om die Azure-kost onder controle te houden. Met die noot zie ik jullie graag terug in een volgende aflevering. Super, dankjewel Maarten. Dag.